Een hele goede avond, Koen Kardashian hier. Ik ben vanavond in Den Bosch, waar ik op visite ga naar mijn favoriete tweeling. Ja, zeker wel. Het zijn Sharon en Esmée. Denk dan, denk dan. Hoi, schat. Hallo, schat. Ja, goed. Hoe is het met jou? Goed. Kom binnen. We gaan lekker naar binnen. Ja. Hallo allemaal, wat gezellig, schat. Met mijn beste vriendin. Zo. Hallo beste vriendin, ik ben Koen. Hoi, ik ben Monique. Waar is je wederhelft? Oh ja, nou... Sharon. Omdat jullie dus te laat zijn, was ze dus boos. En nou is ze weggegaan en nou wil ze niet meer terugkomen. Ja. Nee, echt? Is ze boos? Ja. Ja, maar schat, ik zat nog in bad. Ja, dus nou moet ik het met mama doen en mijn beste vriendin. Oké. Okay. Ja. Jammer dat je er niet bij bent, lieve schat. Je mist wat. I make your girl melt like a toastie. I fly around the world cause I'm bossy. Ondanks dat Sharon er niet bij is, ik vind jou ook enig. No. Dus laten we daarop proosten. Ja. En natuurlijk hoe het met je is. Ja. Ja, het gaat al goed. Het is wel echt een gek huis geworden nou, na het programma. Ja, heb je veel boekingen? En veel... Ja, er komen heel veel boekingen aan. Jullie hadden die hysterie al. Dus jullie wisten al een beetje hoe het was. Ja, dat klopt. Ja, het is nou wel echt 10 keer zo erger. En nou vooral op festivals en zo. Ik ben al naar een paar festivals geweest. Ja, en het is gewoon niet meer leuk. Iedereen wil op de foto. Ja. Ja. Ik vind het een beetje... Als je de schuim... Dat de schuim wegtrekt. Maar als ik de mening van de moeders wil horen... Nou, dan ben ik heel erg benieuwd naar die van u. Met deze twee heerlijke dochters. Nou, nu even 1. Ja. Nou, ik vind het prima dat ze meedoen. Het is hun keus. Ja. Maar ik vind het niet altijd even leuk om te zien. Nee? Nee. Maar heeft u er echt wel moeite mee? Dat je denkt van, oh... Nou, moeite niet, maar dan is het meer eigenlijk de reacties van mensen of zo. Die denken dat je ineens niet meer van je dochters houdt, omdat ze meedoen. Ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Nee, natuurlijk niet. Ze zijn hartstikke lieve meiden en dit is tv. En ze vinden het zelf leuk, dus dan denk ik, ja, waarom niet? Ze hebben er geen spijt van en ze blijven het leuk vinden, dus prima. Het zijn wel je kinderen, dus het is niet altijd makkelijk om te zien dat ze daar met een jongen liggen. Of de grove taaltje wat ze dan af en toe hebben, wat ze normaal eigenlijk niet hebben. Ik ben wel hartstikke trots op ze. Oh, kei lief. Jij wil dat we ons zo netjes mogelijk gedragen op tv. Ja, dat is mislukt. De eerste keer Ex on the Beach hield Esmée zich best wel in, toch? Ja. En als je dan nu ziet, dan denk ik, nou Esmée, je gaat... Ja, ze gaat ervoor. Naar de andere kant. Je schrok wel een beetje bij dit seizoen? Ja, een beetje wel. En dan vooral van Esmée. Ja, vooral van Esmée. Hoi. Omdat Esmée altijd wel wat rustiger is, eigenlijk. En ik zag ze op een gegeven moment op de keer gaan tegen dat meisje. Dus eigenlijk dat ze een beetje die weghouding aannam. Ja, zo ken ik Esmée eigenlijk niet. Ik weet wel, als Esmée heel erg boos is, dat ze voor niemand aan de kant gaat. Dat ze echt niet bang is. Maar ja, ze doet normaal zoiets eigenlijk niet. Niet uit zichzelf. En dat gebeurde. Sharon die zegt en die denkt niet, die zegt gewoon, die doet en die... Ja, je had niet echt dat Esmée ook die kant had. Nee, eigenlijk niet. Ondertussen weet ik het niet. Mooi. En Destiny, toen je hoorde dat de tweeling weer mee ging doen met het nieuwe seizoen, het All-Star seizoen, dacht je bij jezelf van... Ik dacht wel dat het echt gewoon meteen moest doen. Vond ik ook echt superleuk voor, dat gun ik er ook wel echt. Maar ik was toen ook vooral blij omdat het toen uitging met de ex en zo, daarom waar ik deed. Dus daar was ik meer blij om. Toen dacht ik, oké, als ze dit doet, dan is het over tussen haar en de ex. Wat vinden we van de cast? Nou, er zitten wel leuke jongens tussen. Ik vind die Harry een leuke jongen. Ik vind die Elias een leuke jongen. En jij, vriendin? Ja, dan ook al Harry en Elias. Ja? Ja. Jongens, zijn we er klaar voor? Ja. Zo is Lisa toch veel knapper? Ja, ik vind dat ook. Zo is haar echt veel mooier, man. Hij zegt steeds tegen mij, ja, oh, je bent afgelikte boterham, bla bla bla. Maar zij is de 5e. Ja, zij is de 5e of zo die Harry heeft geneukt. Ja. Ik hoop echt letterlijk dat Lisa me nog een keer uit gaat dagen vanavond. Ik hoop het echt. Ondertussen weet heel de villa het al. Behalve Elodie. Ik heb ook niet geloven. Ik heb het. Moet er nou die close-up? Ze heeft mij gesmeten en ik ben het niet vergeten. En toen ik haar hier zag, van het moment dat ik er ben, kwam ik samen. Dat is ook wel een mooi vrouwtje. Toch? Ja, het is echt zo'n porno-wife. Nou zeg. Ja, dat is ze gewoon. Zo'n porno-popje. Ik hou er wel van. Karma is een bitch, bitch. De bom gaat ontploffen. Ja, mijn vriend heeft gisteren met Jamisha geneukt, hè? Stel je weet dat je nummer 7 bent of 6. De tweeling roept echt van alles. Ik kan geel en oranje nog niet eens van elkaar onderscheiden, dus die roepen alles, ja. Wat gebeurde hier? Jij vond het nodig om te gillen dat Harriet met Jamisha heeft gedaan? Nou, ik heb het tegen Elodie verteld, gewoon expres, want heel de villa wist het, behalve zij. Maar waarom expres? Nou ja, gewoon om haar te kutten natuurlijk. Ja, en zij kan geen confrontatie aangaan, dus ik denk, ik zeg het tegen haar. Nou, en dan reageert ze gewoon weer zo. Dat wijf kan gewoon niet normaal reageren. Nee. Nee, en diep van binnen wist het eigenlijk al. Dat zij met Harry had geneukt. Maar ja, ik dacht, hè, even lekker stoken, ik zeg het gewoon. Ja. Ja, en daar reageerden ze niet op. Elodie. Ik praat met jou. Hallo. Wat is het probleem? Zij kan met niemand confrontatie aangaan. Met niemand, ze praat gewoon niet. Ja, erg hoor. Je praat niet met mij. Soms is dat ook wel slim, toch? Slim, ze heeft gewoon geen inhoud. Ze weet gewoon niet wat ze moet zeggen. Wat had jij gedaan in plaats van Elodie? Ja, als ik zoiets te horen krijg van de villa, dan weet ik... Dat heb jij niet zo gedaan, volgens mij. Nee, dan weet ik sowieso dat het waar is, snap je? Dan ga ik naar de jongen toe, dan ga ik verhaal halen. Maar dan ga ik niet als een van de gewoon mijn mond dicht houden, natuurlijk. En wat had je met Jamisha gedaan? Ik denk dat ze het niet overleefd had. Nee? Nee. Ik snap dat wel, maar moeders volgens mij snapt dat niet. Er gebeurt zoveel daar op tv. En die doet het met die en die doet het met die. Dan kun je toch niet echt zo boos worden op één iemand, denk ik dan. Ja, maar ja, dat zeg jij nu. Maar dat is toch anders als je daar 3 weken lang met... Ja, dat is al ook best. Harry. Waar? Niet om het een of ander, maar wat is er eigenlijk allemaal gewoon gebeurd? Is er iets gebeurd dan? Ja, dat vraag ik aan jou. Kijk mij aan en zeg dat er niks is gebeurd. Of is er wel wat gebeurd? Ik snap me niet. Loopt iedereen hier te neuken en bij haar ga je het voorlopig verzwijgen. Maar waarom dan? Wie ben jij dan? Ik vraag jou toch iets? Heb je je antwoord niet klaar? Ik wil gewoon, kijk me aan als ik tegen je praat en geef me een antwoord. Dus jij denkt dat ik maar heb geneukt, dan zijn we klaar. Wow. Elo, nee. Ja. Nee. Hij is echt een viezerik, jongen. Gadverdamme. Maar ik heb echt geen medelijden. Hij naait iedereen zo hard in het huis en nu is het een keer zijn beurt. Klaar. Ja. Denken, we hebben gewoon geneukt. Kom, niet liegen. Stop met liegen. Wordt fijn. Eerst kom je hier stoer doen. Oh, ik neuk iedereen. En dan heb je iemand geneukt en dan ga je het er in één keer over liegen. What the fuck? Wil je ook nog een beurt of zo? Nee, dank je. Ja, nou, jou niet met je kleine lul, baba. Mensen kunnen de confrontatie nooit aangaan. Zeg het tegen jou als je het hebt gedaan of niet. Eerlijk is waar, maat. Heb je moed ingedronken, jongen? Nee, ik heb niks gedronken. Je zit hier nu te vertellen dat je altijd de eerlijkste bent van de villa. Ja. Waar is je eerlijkheid nu dan? Waar is het nu? Heb je seks met haar gehad, ja of nee? De vraag is echt heel simpel. Oké, maar je denkt het ook te weten en dan is het goed. Ik vraag het toch aan jou! Ah, we kunnen hier nog wel fucking een uur lang over doorgaan. Maar als jij zo dom bent om in Harry te trappen, moet je dat lekker zelf weten. En ik ben ook klaar met Harry, dag. Ik sta er niet raar van te kijken als Elodie vanavond in Harry staat kontjes te likken. Want ze is gewoon een... Ja, echt hoor. Als ze dat doen, nou dan zet ze er eigenlijk zo verschut. Ja, wat heftig dat Harry dit niet wil toegeven, wat ik ook niet snap. Hij doet altijd alsof hij eerlijk is, maar ja, nou was hij in één keer niet eerlijk. Ja, wat vindt u van de situatie, hoe Esmée daarmee omgaat? Ja, ik begrijp het wel, want Esmée die houdt wel van eerlijkheid. Dat heb ik ze ook altijd proberen bij te brengen. En soms vind ik het ook echt wel moeilijk dat ze zo eerlijk zijn. Als je het hard op de tong hebt, dat kan niet in elke situatie. Nee. Nee, dat zit er ook moeite mee. Hun weten nog niet in welke situatie dat ze het kunnen doen. Mooi gezegd. Kijk, nu zet ze er eigenlijk dus verschil. Weer met die Elodie. Ja. Hou op. Is Elodie weer met hem? Ja. Jongen, daarom, Elodie heeft eigenlijk zo over het schut gezet. En dan zegt ze dat ik het verschil niet zie tussen oranje en blauw. Nou, oranje en geel, jongen. Oh, ja. Je bent toch geen kleurenblind, of wel? Oh my god. Nee, mam. Is er nog een heuk of niet? Oké. En wie is dat? Harry met? Elodie. Hè? Met Elodie, denk ik. Nou, en dan verlaag je je eigen dus. Die bende 's ochtends, oh, dat is toch ook erg, of niet? Okay, en die Chinezen maar opruimen. Oh, echt? Gingen we daar elke dag opruimen? Ja. Oh my god. Chinezen. Zijn Thais. Ja. Thaise mensen die splitten ook gelijk allemaal op elkaar. Goedemiddag allemaal. Sharon, zorg dat ik niet achter Netflix tijdje date met Sylvester. Hey. Oh, dat is wel leuk. Ik ben wel blij dat het met hem is. Hij is wel echt een van de grappigste jongens hier, dus ik ga hem echt ziek lachen met hem. Ik kan goed met Sharon lachen, dus... Ik ook, Ja, echt best. Hij is zo grappig. Oh ja. Zie je zijn zaakje? Zie je zijn zaakje? Vanavond ga ik Sharon gewoon helemaal de types in de. Ja. Liever een van die vissen hier dan hem. Ja, echt. I have a question. Where we have shit and pee? Toilet. Sharon met de beste Engels. Where we have shit and pee. Oh mijn god. Het is echt erg symboliek wat wordt meegemaakt. Ik zweer het. Ik ken al je do it in the water. Wij hebben eten, wij hebben eten. Sylvester is wel echt een grappige jongen. Ja. Oh god, ze heeft hem vast. Nee, Sharon! Wat doe je nou? Eeuw, ja, ik... Pak je verzekerd op? Doet Sharon nog iets anders dan in mijn hoesten? De rest van de singles hebben de tijd van hun leven. Oh ja, wij mochten met z'n allen op de boot. Hun hebben dat gewoon niet meegemaakt. Ja, ik weet wel echt dat ze het kut vindt om dan zo... Ja, met alle extensions en de make-up en zo op een boot te moeten slapen. Maar ik weet wel dat ze het met Sylvester wel leuk vond. Omdat Sylvester echt een grappige jongen is. Had je verwacht dat ze het vol ging houden op die boot? Jawel, ik had wel verwacht dat ze het vol zou houden. Dat inderdaad wel. Maar ik weet wel dat ze het vies vindt. Sharon en Esmée, die zijn natuurlijk ook niet vies van een filletje. En een silicoontje en een spuitje botox. Wat vindt moeders er eigenlijk van? Helemaal niet nodig. Ik hou sowieso niet van tattoos. Dit kan nog, maar dan dit op die hand en dan... Ja, het is maar alle dingen, met wenkbrauwen tekenen. En die hebben gewoon een jaar of zo verschut gelopen. Die hadden gewoon, het waren net twee pipo's, die wenkbrauwen. En nu zien ze die foto's terug en dan zeggen ze... Mam, hoe heb jij nou ons zo rond kunnen laten lopen? Ze zijn gewoon mooi van zichzelf. En ja, ik vind dat ze zichzelf eigenlijk alleen maar lelijk maken. Ik denk dat het ook wel iets is van deze tijd. Nou, je houdt er ook van nep. Nou, hallo, maar hou mij de buit. Het was voor jullie volgens mij best wel een oké aflevering. Jullie zijn natuurlijk twins, dus dat is volgens mij altijd goed. Naast die ene keer dat je natuurlijk wel even een beetje ruzie had met je zus. Ja dat was eigenlijk de ene. Ja, we hebben echt geen ruzie gehad eigenlijk daar. Alleen ja, toen heeft ze me wel echt teleurgesteld. Ja, deed het je pijn? Ja, vooral hoe ik zie in de afleveringen hoe ze zeg maar over mij praat. Dat ze ook zegt van ja, dit is niet gebeurd en je moet je niet tegen Esmée vertellen. Dus ze liegt gewoon tegen mij en ze verzwijgt het gewoon voor mij. Ja, dat vind je niet heel slim. Nee, dan voel ik mij wel echt gewoon verschut gezet. En dan zegt ze ook nog van ja, je kan mij vertrouwen. Dus... En dan uiteindelijk gaat ze gewoon met hem zoenen. Ja, toen ik dat te horen kreeg, toen brak ik wel even. Ja, dat snap ik. Het is in ieder geval niet de eerste keer dat jullie elkaar wegens die manier naaien. Nee. Naaien. Letterlijk. Letterlijk en figuurlijk. Ja, ik zeg er niks meer over. Ja, want ze doen het over en weer eigenlijk. Het gebeurt ook wel eens andersom. Op een of andere manier moeten jullie altijd een soort competitiedrang of zo. Mensen begrijpen niet hoe het is om één eigen tweeling te zijn. En wij weten natuurlijk niet beter, maar dat is echt kut, want het is constant een strijd tussen ons. Lieve S, geef je zus Sharon een hele dikke kus. Ja. Jammer dat ze er niet bij was. Ja. Maar heel erg bedankt. Moeders Destiny ook. En dit was hem weer, de laatste Meekijken Met. Dankjewel voor het kijken en tot volgend seizoen. Ciao. Zeg maar ciao. Doei. Hoi. Abonneer even hier. En natuurlijk doe je like en reageren hier. En als jullie meer video's willen zien, klik dan hier. Hé, wel abonneren hè? Ja. Kom op.